Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe In het Diepe donderdag. Hoe past een eiklomp in een kikker? Ja, leuke vraag. De eitjes van kikkers en padden bestaan uit zwarte puntjes omgeven door een gelei. En voordat deze amfibieën de winterslaap ingaan, dan zitten de vrouwtjes al helemaal boordevol met deze eitjes. En zijn ze vaak ook wat dikker. Maar als die eitjes in het voorjaar in het water afgezet worden en bevrucht worden, pas dan neemt het gelei eigenlijk vocht op waardoor die eiklompen veel groter worden. Dus in de buik van de vrouwtjes zijn ze heel klein. En met het vullen met het water van het gelei worden ze eigenlijk veel dikker. Waardoor een aantal kikkers heel veel oppervlakte aan eitjes kunnen uitzetten eigenlijk. Iedereen bedankt voor het kijken. Jullie zien me volgende week weer. En zet vooral je vraag onder dit bericht. Elke woensdag komt er op onze Instagram een mogelijkheid om je vraag in te sturen. Doe dit vooral. En like dit bericht graag. Deel het. En hopelijk tot de volgende keer.